Cambuur won de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen van Go Ahead en Den Bosch met 5-0 en met 3-2. En tegen Helmond Sport begint het sterk aan de wedstrijd. Want in de 19e minuut is het al raak via Robert Muren. De assist van Molle en Muren maakt zijn vijfde doelpunt al in dit seizoen. Hier gaat Issa Kalon. Kalon kreeg al een grote kans, legt hem hier heel goed terug. En Jamie Jacobs scoort voor Cambuur. Binnen het half uur is het al 2-0 voor de ploeg van Henk de Jong. En voor Jacobs, gekomen van Jong AZ, is het toch alweer zijn vierde doelpunt in deze competitie. Zo heeft Helmond Sport het ontzettend moeilijk. Dit is Orad Mangun en die maakt het zo af. Prachtige goal, hij passeert Stijn van Gassel. Vorige week was hij te laat, Orad Mangun. Vandaag mag hij wel starten in plaats van Giovanni Korte en scoort hij ontzettend fraai. 3-0 de ruststand en in de tweede helft gaat Cambuur door. Dit is Molin in de derde minuut na rust. Eerste doelpunt van het seizoen voor de Fransman die er vorig seizoen 7 maakte. En hier schiet hij een buitenbereik van Van Gassel tegen de touwen. 4-0. Een vervelende avond dus voor de ploeg van Wil Boessen. Een vervelende avond voor Helmond Sport dat wel iets terug gaat doen. Via invaller Zepar. Prima kopbal. En 4-1 met dan nog dik 20 minuten te gaan. Maar de wedstrijd al lang en breed gespeeld. Hij mag ook vrij koppen, Zepar. Diezelfde Zepar veroorzaakt hier een strafschop. Na de overtreding op Bangura. En dan gaat Ladam achter de bal staan. En hij maakt zijn eerste doelpunt in dienst van Cambuur. Weer een dikke thuisoverwinning voor de ploeg van Henk de Jong. 5-1 tegen.